In de nacht van woensdag op donderdag, rond 4:45, is een brandende auto opgemerkt op een grasveld bij de Frederik van Edestraat in Den Bosch. De brandweer kwam ter plekke, maar had de nodige moeite om het vuur te blussen. Met een poederblusser werden de vlammen uiteindelijk gedoofd. Van de auto bleef niets meer over, die brandde volledig uit. Vooralsnog is niet bekend hoe de auto op het grasveld terecht is gekomen en hoe die in brand is gevlogen. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit.